Dames en heren, van harte welkom bij de praktijkdag zwemonderwijs in het sport- en evenementencomplex Merwestein. Een bijzonder woord van welkom aan professor meester Pieter van Vollenhoven. Wij waarderen het zeer dat u hier bent vandaag. Nou, dames en heren, allereerst natuurlijk moet ik zeggen, vind ik het een vreugde om na 22 jaar hier weer op herhaling te zijn. En u denkt, vreugde, wat jammer, altijd zo'n beleefde zin. Dat zegt die oude professor natuurlijk altijd. Wat een weinig originele man. Waarom vragen ze hem nu weer terug? Waarom niet iemand van onze generatie? Nou, leuk dat er bij u de stemming zo vroeg al goed in zit. Maar ik meen het oprecht, want kijk eens, als je de veiligheid een warm hart toedraagt, is dit best een bijzondere dag. Want als je terugkijkt naar het onderwerp veiligheid, was het natuurlijk vroeger in het grijze verleden altijd de taak van de burgers. Maar dan ga je echt jaren terug. Maar burgers gingen daar vroeger in het verleden wel slordig mee om. En wat zie je dan eigenlijk gebeuren als de staat aan kracht begint te winnen? Dan begint die veiligheid successievelijk naar de overheid te verschuiven. En vanaf de industrialisatie, daar praat je over 1850, 1860, in die tijd, was veiligheid, werd dat gezien als een kerntaak van de overheid. En dat heeft een eeuw zo geduurd, tot 1980, 1970, zo in die hoeken van de vorige eeuw. En dan gaat die veiligheid verschuiven weer, dat wordt een gedeelde verantwoordelijkheid. Dan blijft veiligheid weliswaar een kerntaak van de overheid, maar burgers, ondernemingen en organisaties werden geacht om een medeverantwoordelijkheid te nemen. En dat is dan zo geestig, als je naar deze stichting kijkt, want ik vind die nieuwe naam overigens veel mooier, dat die stichting in 1984 dus die taak van de overheid heeft overgenomen om die diploma's uit te reiken. Want vroeger was dat het nationaal diploma, dat werd toen overgenomen door de stichting. En dat past dan volledig in die gedeelde verantwoordelijkheid. En dat kan goed gaan en dat kan slecht gaan. Daar vind ik wel dat de overheid soms slordig eigenlijk is om te controleren, als ze zo taken uitbesteden, om te controleren of dat nog goed gaat. Maar hier, vind ik, mag de overheid zijn zegeningen tellen, omdat ze natuurlijk toch bij een fantastische stichting terecht zijn gekomen, die met een enorme passie eigenlijk, in dat tijdsbestek van 33, haar schouders heeft gezet om iedereen in Nederland te leren zwemmen en veilig, en dat ze vaardig zijn, met de woorden daarbij van zwemplezier en kwaliteit. Nou, dat vind ik dat ze fantastisch hebben gedaan, want meneer Hulshoff die zei dat ook al. Mijn schoonvader kwam in 1984 voor het eerste diploma. En dan was 10 jaar later kwam het vijfde, ja, 11 jaar later was het eigenlijk, reikte ik dan het 5 miljoenste diploma uit. En dan komt 10 jaar later weer mijn zoon voor 10 miljoen. En nu, 12 jaar later, met 15 miljoen. En dan kom je eigenlijk bijna toch op zo'n 500.000 diploma's per jaar. En dat vind ik toch een fantastisch resultaat. En altijd vind ik ook dat nu gaat men weer door naar een nieuw programma. Waar dacht ik, nou het is al, dacht ik, de kwaliteit, alles is al besproken. Want in januari gaat het dan een nieuwe zwemdiploma van start. Nou, u denkt natuurlijk hier, god, het is allemaal wel leuk. Maar kan die oude professor eigenlijk nog wel zwemmen? Nou ja, eerlijk gezegd, vroeger van mijn ouders moest ik, hè, net zoals pianoles, heb ik ook niet om gevraagd, maar dat moest van de ouders. En noodgedwongen om 7 uur in de kamer van mijn broer, nou die kon me wel vermoorden, zo werd ik al vroeg met het onderwerp slachtofferhulp geconfronteerd. Want ik maakte hem daardoor wakker en mijn moeder kwam ook mee, want anders deed ik natuurlijk niks. Dus zo ging dat vroeger. Dus zo heb ik ook gezwommen in het sportfondsenbad. En mijn zwemdiploma's heb ik toen gehaald. Nou, dat zag er hier aantrekkelijk uit. Maar dat was toen in een open bad bij Alkmaar. Zeer koud, kan ik u zeggen. Het was gedeeltelijk gekleed en gedeeltelijk niet gekleed, maar wel met zwembroek natuurlijk. En het was een natuurbad, of dat nog bestaat, ik weet het niet. Maar mijn moeder kwam uit Alkmaar, daar was ze geboren, dus daar heb ik dat gedaan. Nou ja, goed, ik denk er al terug. En daarna heb je er niet zoveel mee gedaan. Als ik nu kijk wat je allemaal moet doen, dan krijg je een middenwaardigheidscomplex. Maar ik ben in de 80e jaren gaan duiken. Want vroeger ging je ook nog duiken eigenlijk. Waren ook nog geen diploma's vereist. Dus je huurde een fles ergens en wat lood. En dan ging je onder water. Niet wetend wat de gevaren waren. Toen zei iemand van, als je het leuk vindt, dan zou ik maar eens diploma's gaan halen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Alle diploma's tot ik nu instructeur ben. Dus we gaan door. En nu duiken we nog ieder jaar nog steeds. Maar dus altijd met een goed pak aan en flippers. En dus onder water, maar dan leer je wel ook wat je ook boven water wil leren eigenlijk. Dat werd hier ook gezegd. Daarom is het zwemmen van belang. Je moet
vertrouwen hebben. Als je geen vertrouwen hebt, want als je onder de waterspiegel leeft, dan moet je toch echt kunnen zwemmen. Daarom zou ik het ook best weer een verplicht vak willen laten zijn. Want ik vind het van belang dat iedereen het kan. Ja. Want het klimaat verandert en je wil gaan zwemmen. Maar op een zeker moment, als je dus niet dat geleerd hebt wat je hier zo ziet, en je wordt ineens zenuwachtig en je krijgt angst door stroming of iets anders. Ook met duiken kan je zo naar beneden getrokken worden of weer zo naar boven in zo'n oceaan. Maar als je daar zenuwachtig voor wordt, dan is het snel afgelopen. Dus dat zelfvertrouwen is van groot belang. Dus wat dat betreft zou ik het graag weer verplicht vak willen laten zijn. Dus nou, we hebben weer iets om voor te streven. Ik vind het de vreugde om hier te zijn. En hier, mijn buurvrouw ga ik nu vragen, die uitvoerig in het nieuws is, en haar moeder, om naar voren te komen, om daarvoor het 15 miljoenste diploma uit te reiken. En dat vind ik zo grappig, in zo'n film wordt zij getoond, dit model. En wat je zegt, wat heb je allemaal nodig? Nou, noemt ze op wat ze allemaal nodig heeft. Dat heb ik nodig, dat. Maar ze noemt niet haar moeder. En die heeft ze ook nodig, want anders komt ze helemaal niet bij dat zwembad aan. Dat vind ik ook zo gek, maar die wordt niet eens genoemd. Zo is het voor een moeder niet altijd even makkelijk. Nou, we gaan naar het diploma toe. En voortaan vergeet je je moeder niet meer. Even opvoedkunde. Nou. Kijk eens. Het is voor Eline. En hou jij nu maar mooi voor je. Zo. Ja. Ja, graag een applaus. Professor van Vollenhoven, u bent eigenlijk een groot deel van uw leven bezig met veiligheid. Voor u van heel groot belang. Ik ben dus ook ontzettend blij dat ik aan u dat hele mooie nieuwe nationale zwemdiploma kan overhandigen. Dus ik verzoek u naar het podium te komen. Overigens wist ik niet dat u zo geweldig al met zwemmen, duiken en van alles bezig was. Dus u bent echt ook niet alleen bezig met veiligheid. U weet alles over vertrouwen in het water. Dus u hebt echt heel veel ervaring op dat punt. Des te meer en prettiger is het om u hier te hebben. Nou ja, kijk, de angst is, wat is de angst bij mij? Dat de artsen altijd bang zijn om me goed te keuren. Want ze zijn bang dat ik de oude man overlijd onder water. En dan hebben zij het gedaan. Dus dat is het jammer van ouder worden. Maar verder duiken we met veel plezier nog ieder jaar. Oké, ik ga u deze hele mooie, prachtige eerste exemplaar van het nieuwe zwemdiploma, het Nationaal Zwemdiploma, overhandigen. Ik wil erbij zeggen, het is geen echte, hè? Dus u moet eigenlijk nog wel eventjes... Ja, u moet nog even oefenen voor dit diploma. Graag overhandig ik het u en dank daarvoor. Ja, ja, ja. Ik wil u ontzettend bedanken voor uw mooie speech ook. En betrokkenheid hierbij. En fantastisch. Dank u wel. Ja. Heel goed, dames en heren. Ja.